Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft gisteren de Social Being Education Network gelanceerd. De lancering vond plaats in het ICT-lokaal van de Algemene Middelbare School en werd verricht door MINOC-onderdirecteur Muriel Hoepel. Het doel van dit netwerk is het ondersteunen van het curriculum binnen het onderwijs. Er zijn reeds 6 scholen actief op het netwerk, maar het ligt in de bedoeling dat alle scholen benaderd zullen worden om gebruik te maken van het netwerk. Het idee van het Social Being Education Netwerk komt van de 19-jarige Alexander Kafiluddin, een oud-AM-student. Door dit netwerk heeft de student contact met andere studenten en met leerkrachten. Via het netwerk kunnen ze beschikken over de leerstof, documenten, video's, verschillende stijlen van lesgeven, toetsen, huiswerk en het discussieplatform. Volgens Hoepel is het ministerie steeds bezig het onderwijs te professionaliseren, ook op technologisch gebied. Daarom werd het Bureau Informatie, Communicatie en Technologie enkele jaren geleden in het leven geroepen.